Goed nieuws dus vanaf de lange leegte. We gaan basketballen. Een overwinning die voelde als een verliespartij. Zo zullen de spelers van Gasterra Flames zich gevoeld hebben na de zege gisteravond tegen Aris uit Leeuwarden. Flames was met 90-87 te sterk. Maar ondanks de zege was er vooral ontevredenheid. Sportverslaggever Frederik Stokker, vooral ontevredenheid bij coach Ivica Skelin. Hij trok na afloop nogal fel van leer. Ja, hij haalde flink uit naar zijn spelers, want hij is buitengewoon ontevreden over de ontwikkeling van het team. Vorige week bijvoorbeeld een hele knappe overwinning in en tegen Leiden. Dat doe je het gewoon hartstikke prima. Alleen hij zegt van ja, het vervolg dat kunnen ze dan niet aangeven. Dus wat doe je na een goede wedstrijd? En dan is de ontwikkeling is gewoon niet goed. En dat bleek gisteravond, zei hij. En met alle respect, ja, je speelt tegen Aris, dan krijg je 87 punten tegen. Dat is veel te veel van het goede. Want de kracht van Flames moet zijn hard verdedigen en rebounden. Dan kan het niet zijn dat je 87 punten tegenkrijgt. Dus aan de ene kant was er vreugde over de zege. 1,8 seconden voor het einde van de tijd. Maar ja, er was ook weer veel ontevredenheid. En met name bij de coach. Er waren gisteravond twee soorten explosies in Martini Plaza. Eén van vreugde na het winnende score. 1,8 seconden voor tijd. Door is zo weergeloos. En explosie nummer 2 was woede van de coach die zijn spelers onderuit de zak gaf. Problem is not physical, problem is mental. These people they are not used to play constantly on the same level. And that's the reason why we cannot be successful. If we don't change that, forget. Dat is duidelijk. De spelers daarentegen leken tijdens de wedstrijd redelijk content. Dat veranderde na de tirade van Skelin in de kleedkamer. What did they tell you in the locker room? What was the response? They didn't talk. It was just me talking. Because you were probably talking loud and you were angry? You can imagine. And there was no response at all from the players? Better they didn't respond. Want ze moeten antwoord geven op het veld. En dat is nog niet voldoende, want de echte wil is er nog niet. Tonight was a loss. You get up 12, you got to close out the game. You know, when we were up 10, I was like, oh, we got him. It's done. It's over. It's been our problem all year. We'll play great in certain periods of the game, and then we'll just let our guard down, and then the other team will come back. And that's not a sign of a great team. Inconsistencies in your focus and effort, and so that's something that he's trying to get us to get better at. Ja, een woedende Skelin. Is die woede van hem, is hij terecht? Ja, absoluut. Want de competitie duurt niet zo heel erg lang meer. Nog 7 wedstrijden en dan beginnen de play-offs alweer. En zoals Flames nu speelt, hebben ze geen kans om de titel te pakken. En dat is natuurlijk wel de doelstelling, laten we eerlijk zijn. Want Flames is een topclub in Nederland. Ja. Dus er moet iets gebeuren. Hij zet zijn spelers hier natuurlijk ook extra mee op scherp. Zij moeten eigenlijk spelen zoals hij dat wil. En die spelers die willen wel. Maar het gaat om dat laatste gedeelte, zeg. Dus hoe graag wil je het duel winnen? Hoe graag wil je de rebound pakken? Hoe graag wil jij je tegenstander verslaan? Ja, en dat zal er echt in moeten komen bij de spelers. En ja, de tijd is kort. Ja, de tijd is kort. Mentaal is het dus een probleem. Maar voor de rest lijkt het toch goed te verlopen, Frederik? Nou ja, ook niet helemaal. Er zijn wat pijnpuntjes, zeg maar. Het optreden van Rogier Jansen bijvoorbeeld. Die pakt zo vaak een technische fout, benadeelt zijn ploeg ermee. Ja. Hij merkt het heel vaak richting scheidsrechters. Hè, en hij probeert er een beetje mee te communiceren. Moet hij niet doen. Hij geeft de scheidsrechters daarmee de gelegenheid om hem een technische fout te geven. En die jongen is nu 28. Die moet zich wat dat betreft op dit punt wat volwassener gedragen. Dus ook mentaal volwassener worden? Ja, eigenlijk ook wel. En Sergio Durandami bijvoorbeeld, een andere speler, die was gisteren boos omdat hij gewisseld werd. Ja, dan is Skelin ook heel erg gestreed. Heeft tegen beide spelers ook gezegd van ga maar lekker zitten. En ze kwamen ook niet meer in actie. Waar hij mee bezig is, is het heropvoeden van die spelers. Nou, je hebt zelf kinderen. Je weet hoe lastig het is om een opvoeding te doen. Duidelijke taal door Frederik Stokker, dankjewel.